Dat je iets gaat doen waarvan je zegt: Ja, ik vind het wel heel spannend op het moment dat ik ervoor sta. Mm -hmm. Maar als ik het gedaan heb, gelukt of niet gelukt, ben ik wel blij dat ik het gedaan ja. Ja. heb. Wat vind ik nou eigenlijk leuk om te doen? Aha. Wat zijn dingen waar ik energie van uh, krijg als ik het doe? <middels> het gaat over het leiding geven aan misschien wel de meest lastige persoon die er is: leiding geven aan jezelf. Eigenlijk zitten daar drie stappen in: ja. het is de groei van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid. Ja. Pasgeboren baby is in alles wat hij doet afhankelijk van zijn of haar omgeving. Mm -hmm. Als hij het koud heeft, kan hij janken. Maar of er een deken overheen komt, volstrekt afhankelijk ja. van de omgeving. Ja. Nou, als ouders gunnen we ons iets van 18 jaar... om kinderen iets van enige onafhankelijkheid bij te brengen. Mm -hmm. Zodat we op hun 18e kunnen zeggen... nou, je rooit het wel en je kan de deur uit. Ja. Maar uiteindelijk gaat het vooral over de vraag... Hoe goed ben ik in staat om samen te werken met anderen? En dan gaat wederzijdse afhankelijkheid komen. Mm. Durf ik mij afhankelijk te maken van jou en jij van mij in de samenwerking die wij met elkaar hebben, zodat wij iets gaan doen waarvan wij allebei zeggen: jij kan het niet alleen, ik kan het niet alleen, maar samen krijgen we dat wel voor elkaar. Je kunt die wederzijdse afhankelijkheid, die goede samenwerking kun je niet bereiken zonder die onafhankelijkheid. Mm. Je hebt hele goede voetballers nodig om een goed voetbal elftal te creëren. Ja. Maar vervolgens moet ik ook in staat zijn om mijn eigen briljantheid als voetballer ja. in staat te stellen van het grotere geheel. Ja. Maar ik mag mijn eigen briljantheid niet loslaten. Wat je net zei, hè, van die onafhankelijkheid en daarna het doorgroeien naar het besef dat je wederzijds afhankelijk bent, dat gaat natuurlijk letterlijk twee kanten op. Hè. Dat geldt niet alleen voor de leider binnen een organisatie, maar dat geldt natuurlijk ook voor als jij werkzaam bent als professional binnen een organisatie, hoe je omgaat met, ja. met de leiders. Ja. Hè, want je bent van elkaar Afhankelijk dus. Ja, je hebt elkaar nodig. En ja. dat geldt, en dat, dat, dat maakt dus ook dat dit niet echt een, een, een zakelijk boek is. Ja. Want dat geldt ook voor mij in, 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 in de relatie met mijn vrouw en met mijn kinderen. Daar ja. geldt hetzelfde verhaal in. Ja. Zoals wij hier op de bank zitten, ja. geldt ook hetzelfde ja. verhaal. Ja. Het geldt constant op het moment dat mensen met elkaar samen iets voor elkaar willen krijgen. Dat je iets gaat doen waarvan je zegt: Ja, ik vind het wel heel spannend op het moment dat ik ervoor sta. Mm -hmm. Maar als ik het gedaan heb. Gelukt of niet gelukt, ben ik wel blij dat ik het gedaan ja, ja. heb. Op het moment dat jij hier begon met deze studio, ja. dat was wel een stap. Maar op het moment dat ik het gedaan heb, denk je, ja, nou die stap, dat is waar groei en ontwikkeling zit bij mensen. De invulling daarvan ja. kun je geven door de eerste drie eigenschappen. Wees proactief, begin met het eind in gedachten en belangrijke zaken eerst. Ja. Wat vraagt er nou eigenlijk om gelukkig oud te worden? Ja. En uiteindelijk is zijn conclusie een heel veel onderzoek, je hoeft maar één ding te doen. Letterlijk tot de kist aan toe. Overwinning op jezelf blijven. Ja, behouden. ik herken het dus een stukje persoonlijk. Ik weet nog dat ik ooit, dat al heel lang geleden, ik, wou, ik heb ooit het parkeer keer, uh, zeg maar, gewoon baantjes gehad, een paar jaren, maar ik was iets te eigenwijs voor de baas. En dus, dus zat er wel in dat ik ooit voor mezelf ging beginnen. En toen weet ik nog dat ik daarmee bezig was. En die afstand van voor mezelf beginnen, dat vond ik zo'n. Het was alsof ik naar een rivier keek. En aan de overkant was zelfstandig ondernemerschap. En dat ja. was hoe kom ik daar? En toen heb ik, weet ik nog, heb ik twee mensen uitgenodigd uit het vak. die aan het freelancen waren. En die heb ik hier thuis uitgenodigd. en zitten die deden dat al. En ik dacht oh, dit, als ik dat toch eens zou kunnen. En op een gegeven moment ben ik het gaan doen. Ja. En ik weet nog goed, toen ik was een paar maanden bezig. en toen stond ik dus aan die overkant. toen keek ik terug. En toen had ik echt van. Heb ik hier zo moeilijk over kunnen doen, ja. zeg maar? Hoe dus, hele grote stap. Het is een kwestie van doen, ook hè? het is. Het is letterlijk de stap durven ja. zetten. Ja. er is Er is een prachtig filmpje Girls First Ski Jump. Kan iedereen op YouTube opzoeken? Girls First Ski Jump. Ja, dat is een meisje van een jaar of tien die gaat het voor het eerst van haar leven een sprong van een skischans maken. Ja, en er zijn twee quotes die, die wat mij betreft, subliem uh, zijn. Huh. Uh, als zij die sprong uiteindelijk gemaakt heeft en dat gaat goed, dan zegt zij. Uh, als ze galant is, it's just the suspense at the top that freaks you out. Het is het gevoel als je boven staat, andere kant van de rivier, ja, waarvan precies. je zegt dat houdt me tegen. Ja. En vlak voordat ze springt, krijgt ze een advies van een jongetje. En het advies is, the longer you wait, you will be more scared. Ja. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker ja. het leven. Nou, het is hetzelfde ja. gevoel, ja. waarschijnlijk Klopt. bij jou drie, vier. Ja, ja gaat het nou maar gewoon doen. Ja. ja. En wat is het ergste wat je, wat, wat je kan gebeuren? Dat je een nat pak haalt. Ja. Punt. Ja. Klopt. Maar ook dat natte pak ja. kan heel leerzaam en heilzaam zijn. Ja, exact. Ik denk dat er best wel veel mensen die cursussen hebben gedaan of zo, ja. die aan het ondernemen zijn, die denken van, ja, wat is nou mijn missie? Ik vind het een jeukwoord. Maar uh, hoe, kom, hoe kom je daarachter? Door daar... ...voor jezelf zo af en toe eens een keer tijd voor vrij te maken... ...om erover na te denken. Ja, maar hoe, hoe denk je daar is, dan over na? Dat is nadenken over... Uh, ...wat vind ik nou eigenlijk leuk om te doen? Aha. Wat zijn dingen waar ik energie van uh, krijg als ik het doe? Okay. Wat ja. zijn dingen waarvan ik zeg... ...op basis van wat ik leuk vind, wat ik goed in ben... ...waar ik energie van krijg... ...wat zou ik nou kunnen toevoegen... Binnen de dingen die ik in mijn normale dagelijks leven doe. En, hmm. en, en binnen de groepen waarin ik dat hmm. uh, normaal doe. We hmm. hoeven het helemaal niet moeilijker te maken dan het is. Denk na over wat zou ik willen toevoegen in de dingen die ik doe. En uh, zo'n levensmissie wordt vaak van, ja, van ja, als, ik, als ik 80 ben, uh, als, ik, als ik 90 ben, wat gebeurt er dan? Maar ik kan ook over de komende vijf jaar nadenken. Ik kan ja. over de komende drie ja. jaar nadenken. Ik kan volgend jaar nadenken. Elke, elke manager, elk teamlid kan zichzelf de vraag stellen. Stel nou eens dat ik hier over twee jaar wegga. Hm. En er wordt voor mij een afscheidsreceptie georganiseerd: twee zakken pinda's, drie flessen cola. en We staan bij elkaar. En dan gaan een paar mensen tegen jou zeggen: Joh, Ronnie, maar jij was wel degene in dit team die. Aha. Wat zou je willen dat ze zeggen dan ja. over je? Ja. Dat simpele zinnetje. Ik ben degene die. Als je dat zinnetje voor jezelf afmaakt.